De start was heel erg leuk, op het moment dat ik hier voor het eerst binnen stapte. Ik had in college iets over BIM gehoord. Toen dacht ik, joh, dat is echt de toekomst, daar wil ik wat mee. En via via konden we bij Schiphol aan de slag. Daar zat Alexander Worp en die dacht, ik wil ook iets met BIM doen. En toen zei hij, als jij nou bij mij gaat afstuderen, dan gaan we samen iets moois van BIM maken. Deze film gaat over BIM, een term die staat voor slimmer bouwen in de toekomst. Tegelijkertijd is BIM, letterlijk bouwinformatiemanagement, al dagelijkse realiteit. Maar wat is BIM eigenlijk? Naast een verzameling technische oplossingen om bouwgegevens uit te wisselen, is BIM vooral een nieuwe manier van werken in de bouw en infra. Wat betekent het om met BIM te gaan werken? Welke hobbels moet je nemen? En wat levert het op? We nemen een kijkje in de keuken van drie opdrachtgevers. Schiphol, gemeente Rotterdam en provincie Gelderland. Wij zijn eigenlijk 4 jaar geleden begonnen. 4 jaar geleden met een afstudeerproject. Omdat ik samen met een collega BIM had gehoord in de wandelgangen en in de buiten Schiphol. Om te kijken of we laten onderzoeken of het voor ons Schiphol kan helpen bij asset management. En dat is nu 4 jaar geleden alweer. En eigenlijk zijn we begonnen met wat heb je dan nodig om te vragen zelf hoe, wat is BIM? BIM betekent voor de stad Rotterdam dat wij onze processen gaan herzien en dat we daardoor onze efficiëntie omhoog kunnen brengen. Doordat we efficiënter kunnen gaan werken, verwachten we uiteindelijk dat we daar flink geld op kunnen besparen en dus beter aan de opgave kunnen voldoen die wij hebben voor de burgers om een leefbare stad te hebben. Het BIM'en moet zowel voor de opdrachtnemer als voor de opdrachtgever moet een uitdaging zijn. Het werk moet leuker worden. We halen een heel stuk faalkosten die toch wel in de projecten zitten, maar ook afstemmingen die erin zitten. En ook wel gezeur wat in werken zit, dat kan je eruit halen. En er is ook geen discussie meer hoe het gerealiseerd moet worden, wat er gerealiseerd moet worden. Het is al duidelijk wat er gemaakt moet worden. Dus het werk wordt leuker, aan beide kanten. Wij staan in Dieren, bij het project Traverse Dieren. En het project Traverse Dieren heeft als doel om een verdiepte ligging aan te leggen van de N348 door het dorp heen. Van oorsprong was de weg hier door het dorp een rijksweg. En was het eigenlijk de bedoeling om een snelweg rondom het dorp aan te leggen. Nou, in de jaren 70 is al besloten om die snelweg niet meer aan te leggen. En sindsdien liep er eigenlijk een drukke verkeersweg door het dorp heen. Daar had het dorp veel last van. Heel veel verkeer. De huizen die je hier omheen ziet hadden enorm veel last van het verkeer. En met deze weg is geprobeerd om de overlast voor de bewoners te verminderen. En anderzijds om de doorstroming te verbeteren. Door het doorgaande verkeer te scheiden van het lokale verkeer wat hier een bestemming heeft in Dieren. BIM heeft ons geholpen om de informatiebehoeften te ordenen. De informatiebehoeften die je vanuit beheer aan de projectfase stelt. De informatie leggen we vast in een object type library, een objectenbibliotheek. Die noemen we OTL. In die OTL staat bijvoorbeeld van zo'n wand die je daar ziet, van wat voor beton is dat gemaakt? Het asfalt wat hier is aangelegd, uit wat voor lagen bestaat dat, wat voor fundering zit daaronder, wat is de korrelgrootte van de deklaag die erop zit, de lichtmasten die daar staan, van wat voor materiaal zijn die gemaakt, wat voor lampen zitten daarin. Dat is typisch een informatiebehoefte waar je over na moet gaan denken als beheerder. Over wat wil ik nou weten van de objecten die hier in zo'n project worden gerealiseerd. Stiekem is BIM best een grote verandering. Het is niet alleen maar een 3D-model waar je mooie plaatjes uit haalt. Het is voornamelijk een verandering in werkwijze. Je bouwt virtueel iets. Ik heb het al vaker gezegd, Max Verstappen, onze bekende Formule 1-coureur. Waarom is hij zo goed? En waarom maakt hij de laatste tijd weinig fouten? Maar met name die snelheid, omdat hij virtueel kan racen. En wij doen niet racen, wij doen virtueel bouwen. En dan is het mooie dat je natuurlijk het werk meerdere malen kan bekijken, virtueel. En daar fouten in kan ontdekken of de goede dingen of betere oplossingen kan creëren. Door het van alle kanten te kunnen benaderen. 15% van onze tijd die gaat verloren aan het zoeken naar informatie. Nou, als we dat bedenken, is dat een inefficiëntie, die is eigenlijk ongelooflijk.
Dat heeft te maken met hoe berg je je zaken op. Hè? Heb je eenduidig een systeem hoe je dat doet? En anderzijds heeft het ook te maken met dezelfde systemen toepassen die ook uitwisselbaar zijn. En dat is de kracht van BIM. Dat je dus werkt met open standaarden. En door het werken met die open standaarden hoef je dus niet één digitaal systeem, één softwareleverancier hoef je te hebben. Nee, dat kunnen meerdere softwareleveranciers zijn die gebruik maken van diezelfde of voortborduren op diezelfde open standaard. Het voordeel van een BIM-model is, daar kan je heel veel inhoud data in pompen. Dus je kan bijvoorbeeld de certificaten waar het vandaan komt, de verfoppervlaktes, de kilo's, de volumes. Dus je kan eigenlijk alles benoemen. Je kan prijsbestanddelen erin stoppen, tijdseenheden erin stoppen. Dus als je over asset management praat, dan kan je natuurlijk het model beschikbaar maken eigenlijk voor iedereen die daar raakvlakken mee heeft en dat direct moet en kan benutten. En het gaat veel verder dan dat. Met BIM kun je ook plannen. Heel makkelijk alles vanuit hetzelfde model. Vanuit hetzelfde model kun je dus heel veel doen. Onder andere virtueel bouwen, plannen, berekenen. Het gebruiken voor beheer en onderhoud. Dus doorsturen naar andere systemen. We hebben een object en daar hebben we informatie aan. Nou, dat is volgens mij BIM. En je kan zeggen, dat breiden we uit, dat gaan we, daar gaan we tijd aan hangen, we gaan het nog meer detail maken. Maar in de basis heb je al een BIM-model bij de beheerders liggen. Want die hebben een voetpad met eraan, het bestaat uit dit materiaal, het is zo oud. Nou, dat is volgens mij BIM. Dan is de opgave, hoe ga je daarin verder werken? Het nadenken over welke objecten en welke kenmerken je wil registreren, levert op dat de beheerder straks in de beheerfase zijn werk kan doen. Dat hij beheerderscontracten kan maken, dat hij onderhoudscontracten kan opstellen voor lichtmasten. Dat hij als het asfalt moet worden overlaagd, weet wat voor asfalt er nu ligt. Dat hij als de tunnel moet worden onderhouden, weet wat de onderdelen en de kenmerken van die onderdelen zijn. Die goede informatievoorziening die gaat ons als aannemer geld besparen. Doordat wij precies weten wat er in de grond zit of op de grond zit. En hierdoor onze werkprocessen in één keer goed kunnen uitvoeren zonder onverwachte zaken tegen te komen. Als het werk is opgeleverd, dan is er sprake ook van een revisie wat je hoort op te leveren als aannemer. En daar staan we ook achter, want dan laat je ook zien wat voor product je achterlaat en waar alles ook terug te vinden is. Dus als er in het onderhoud uiteindelijk een vraagstuk naar boven komt van een probleem wat opgelost dient te worden, dan kunnen wij op basis van de revisie kijken. Digitaal inzicht die ook bij de gegevens van de opdrachtgever bekend is. Wat is er aan de hand en wat ligt daaronder? Hebben we iets over het hoofd gezien of hoe kunnen we dat het beste gaan repareren? Als jij informatie deelt, dan word je niet alleen jezelf beter van, maar de rest van de wereld ook. Wanneer we in het werkproces open standaarden gebruiken, dan werken we in ieder geval met modellen die onderling uitwisselbaar zijn. En daar zit het voordeel. Dus het hoeft niet opnieuw getekend te worden. Iedereen kan met de open standaarden werken. En dat is gewoon een voordeel. Zo blijft de intelligentie die in het ene in de andere fase zit, blijft behouden. De grote uitdaging is dus ook om iedere keer te bedenken wat heeft de volgende partij nodig aan informatie. En die dan dus inderdaad ook op te nemen in de modellen waar je op dat moment mee bezig bent. Het is doen en dan leren. Dat is wel een beetje de kenmerk die werkt voor de bouw, waardoor je wel stapjes vooruit komt. Dus het is af en toe even ontdekken hoe dat tot z'n recht komt. En dan heb je successen, maar zeker ook leerpunten, wederkerig. En die moet je gewoon bespreken, zodat je dat voor een volgende keer weer meeneemt in je eigen proces. Ik als aannemer en de opdrachtgever in zijn proces, waarop een nieuw project beter tot stand kan komen. Je moet echt samen, helemaal in deze fase waarin BIM zich nu begeeft, moet je samen eigenlijk op ontdekkingsreis gaan en samen proberen tot het beste eindresultaat te komen. Het brengt heel veel transparantie met zich mee en daar moet iedereen aan wennen. Dus je kan gewoon, als iemand een foutje maakt of iemand iets tekent wat niet helemaal goed is, dan is dat meteen zichtbaar. Wij zeggen zelf altijd, het is ongeveer 20% techniek en de rest is cultuur.
En daar loop je wel heel sterk tegen aan. Dat mensen heel makkelijk in de houding schieten van, goh, we doen dit werk al 30 jaar op deze manier. Dat zal morgen ook nog wel lukken. Natuurlijk lukt dat. Maar je kunt het ook sneller doen. Geld vrij krijgen van zo'n omvangrijk initiatief. Ja, dat vergt één, energie. Ook om de board te overtuigen van wat dan de voordelen zijn. De voordelen zowel in je projectorganisatie en de realisatie daarvan, maar ook in de beheerorganisatie. En dat heeft binnen Schiphol, ik denk in elke organisatie, absoluut de enige nodige aandacht gehad. En het is niet vanzelf gegaan. Dus wij hebben daar meerdere presentaties moeten geven aan onze board, waarbij we inzichtelijk hebben gemaakt wat de voordelen zijn op de korte termijn in je projecten, maar eigenlijk ook op de lange termijn in de beheerfase. Toen duidelijk werd dat de IKEA Lounge vanaf het begin al met BIM ging, toen hebben we wel even een klein biertje gedronken. Dat we echt het geld loskregen om bezig te gaan met de basis, zoals een data dictionary en dat soort verhalen. Er waren een paar van dat soort momenten waarvan we echt dachten, ja, zijn dat zichtbare resultaten? Nee, niet direct. Dat waren niet direct dat de meerwaarde van BIM zichtbaar was. Maar het was wel dat we wisten, als dit gebeurt, dan komt de rest vanzelf. Nou, het gebouw dat vindt hier plaats, de nieuwbouw. Nou, als je naar boven kijkt, dan kan je heel mooi die nieuwe derde verdieping zien. Daar achter die stijgenpartij is het stijgdaalpunt van de eerste verdieping tot en met de derde verdieping gemaakt. Je ziet daar een puntje, dat wordt het zo'n klassiek KLM Geneverhuisje. En ja, daarin zit het hele stijgdaalpunt en de entree verweven. En ja, dat is de hart van de KLM Michelangs. Lopende bouwprojecten passen we BIM op dit moment toe. Daar leren we van. Per project worden de learnings meegenomen in de nieuwe projecten die we daarin gaan starten. En we zorgen dat we de bestaande omgeving dus verder uitbouwen. En zodat we op basis daarvan onze assets kunnen beheren en onderhouden op basis van het BIM-model. BIM biedt voor de toekomst in dit soort complexe projecten de mogelijkheid om op basis van informatie en data veel meer aan de voorkant, nog voordat je bent gaan bouwen en bent gaan verbouwen, om eigenlijk al naar die nieuwe toekomstige situatie te kijken op een vrij gedetailleerd niveau. Waardoor je eigenlijk voordat je dus risico's loopt, eigenlijk de risico's die je kunt gaan ondervinden als je gaat starten, al onder ogen kunt zien en daar je plannen op aan kunt passen. De ambitie is dat wij een digital twin hebben van de luchthaven. Dus een digitale weergave van al onze assets die we op de locatie hebben staan, digitaal weergegeven. En BIM is daar een verschijningsvorm in. Ja, juist om vooraf een model op te zetten, een BIM-model op te zetten, kunnen wij die clashes eruit halen. En dat haalt de irritaties hier bij de mannen ook. Die kunnen bouwen wat er op tekening staat of wat er bedacht is. En voorheen waren tekeningen waren richtlijnen en nu zijn het eigenlijk geen richtlijnen meer. Nu is het de werkelijkheid, nou niet de werkelijkheid, dit is al getoetst, dit is wat er komt. Dus dat is, ja, is een wereld van verschil, dus daar zal ook een verandering op de bouw moeten plaatsvinden. Het vertrouwen krijgen in de producten die ze aangeleverd krijgen, omdat we ze nou wel op een juiste manier kunnen. Ja. Toetsen, checken. Voor BIM deden we alles op de bouwplaats oplossen, waardoor je inderdaad vertragingen opliep. Omdat je dan ter plekke een andere oplossing moest verzinnen en waar af en toe ook levertijden aan vastzitten, et cetera. Je merkt dat de medewerkers, ja, die krijgen daar ook energie van. Die zeggen, waar blijft, hè? Kan ik nu ook met de GPS gaan graven? We hebben het eerst een keer fout gedaan, laat ik daar ook mee eerlijk zijn, want we dachten BIM is perfect. Iedereen is meteen enthousiast als je naar de cijfers kijkt, dus laten we één groot plan maken. En daarmee, daar krijgen we ja op en dan gaan we BIM uitrollen binnen heel Schiphol. Dat werkt niet. Nee, want ja, de argumenten zijn goed, maar er spelen veel meer dingen mee die niks met BIM te maken hebben. Waar directies gewoon geen weet van hebben. Of die moeten natuurlijk andere afdelingen maken, dus Big Bang werkt niet. Wat bij ons wel werkte is, 1. Een aantal mensen die gewoon heel enthousiast zijn, die daar bijvoorbeeld op camera iets over willen vertellen omdat ze heel erg geloven in BIM. En 2. Kleine stapjes. Gewoon laten zien van joh, dit
een kleine toepassing van BIM. Niet alles, maar een kleine toepassing. Bijvoorbeeld een 3D-plaatje, maar die kennen we natuurlijk wel. Maar bijvoorbeeld een export of hoe makkelijk het eigenlijk is om zoiets te doen. Dat laten zien en dan gaat het balletje vanzelf rollen. Binnen onze afdeling proberen we dus projecten gewoon te draaien, gewoon on the job, zullen we maar zeggen. En we proberen mensen ook mee te nemen. En dat betekent dat mensen die daar nog niks mee te maken hebben, die we echt aan de hand meenemen. Van vertellen van, joh, zo moet je een model maken. En zo moet je de eisen op gaan halen van een werk. En dat is voor hun nieuw. En wat ik probeer, is met mensen die er verstand van hebben, de begeleidingen te doen. Dus we hebben een aantal mensen die ook actief zijn in onze BIM-ontwikkeling. En daar zit behoorlijk wat kennis in mijn beleving ook. En ja, die gebruik ik, letterlijk en figuurlijk, om anderen verder te krijgen. We hebben denk ik een hele sterke focus op wat we willen bereiken met dit systeem. Mensen zijn ook betrokken. En je doel is gewoon duidelijk. Dat is je informatie digitaliseren en eenduidig maken en het wisselbaar maken. En op aanhaken op onze bestaande systemen die we al gedigitaliseerd hadden. Dus dat was een belangrijk pre dat je doel heel erg scherp was. Dan moet je natuurlijk wel constant erbij blijven, want ook je mensen moet je meenemen. Als de mensen natuurlijk de terugkoppeling geven van joh, ik zie dat het werkt. En dat hoor je soms ook van joh, hey, dat techniekje, daar heb ik wat aan. En nou, dat is een geweldig momentje als je dat te horen krijgt. Mijn ideaalbeeld van BIM zou zijn dat we goed van elkaar weten welke objecten we hebben, digitaal ja, en ook fysiek buiten natuurlijk. En hoe we die aan elkaar door kunnen geven, zodat we ze goed kunnen gebruiken om te communiceren. Iedereen zijn object kan zien zoals hij zelf zou willen. Ja, als die ontwerper hem als rondje wil zien, is het prima. Maar als je hem als 3D-object wil zien, hè, kan dat ook. Hè. En volgens mij als je de data goed hebt, moet dat mogelijk zijn. Zou je heel veel dingen die we nu nog handmatig doen, zou automatisch kunnen. Dan denk ik aan ramingen, dan denk ik aan fasering, dan denk ik aan kleesdetecties. Hè. Kunnen dingen gemaakt worden zoals we bedacht hebben? Ja, dat is wel de toekomst die ik zie. Het is een methodiek waar open standaard heel erg bij helpen om de uitwisseling daarin te organiseren. Het is de toekomst. We gaan naar een data-driven maatschappij, data-driven alles noemen we het maar. Dus nee, het is geen alternatief. Het is gewoon de data management, big data wordt de toekomst. Dat zien we overal. Maar de winst zit in het bouwproces zelf. Als we allemaal met dezelfde open standaarden werken, dan zou je zien dat de kwaliteit van de projecten hoger wordt. Dat de doorlooptijden korter worden. Dus uiteindelijk zullen die Rotterdammers een prettige stad krijgen waar ze kunnen wonen, werken en recreëren. Als ik het gewoon ook landelijk bekijk, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er geen weg terug is. En ja, ik hou altijd de utiliteitsbouw maar als voorbeeld, waarin BIM natuurlijk al een veel stappen verder is. Ja, daar is het al ondenkbaar dat je het zonder zou doen, zeg maar. Nou, zover komt het bij ons ook. Daar ben ik van overtuigd. Wat het voor mij uiteindelijk wordt, is één grote geïntegreerde keten waarbij iedereen die een rol heeft in het hele asset management proces, bij ontwerp en de bouw en het gebruik ervan, precies toegang heeft tot alle informatie en daarop gewoon veel betere beslissingen kan nemen. Dat klinkt een beetje suf, hè? Betere beslissingen nemen, want dat is geen innovatie of dat is niet dat. Maar daardoor kun je je concurrentievoordeel, wat je hebt als bedrijf, veel beter uitnutten. Je hebt geen waste meer. Je hebt geen loos geld, loze uren, slechte kwaliteit, ontevreden mensen, waardoor je dus ook je klanten veel beter kan binden.